Voorzitter, dan de BTW. De aangenomen motie Thieme Groot uit 2016 verzocht de regering zich in te zetten voor maximale beleids- en tariefvrijheid. En de staatssecretaris heeft daar goed werk geleverd. Of de aangepaste BTW-richtlijn, want daar heb ik het over. Nou, inderdaad, maximale vrijheid geeft, daar valt wel over te twisten, maar het geeft wel een stuk meer zekerheid, zoals de staatssecretaris aangaf. Maar ja, wat heb je aan die vrijheid als je er vervolgens geen gebruik van maakt? Specifiek, waarom is mensenzorg vrijgesteld van BTW en huisdierzorg niet? Een huisdier heeft even zo goed een belang om het goede en betaalbare zorg te krijgen. En het baasje is vaak iemand die met liefde en toewijding zijn of haar zorgplicht van het huisdier op zich neemt. Voor heel veel baasjes is een huisdier een lid van de family, van de familie. En ik heb een huisdier dan ook wel eens een extended family member genoemd. Voorzitter, als het nou lastig is een verlaagd nieuw tarief te introduceren, terwijl het wel, zoals de staatssecretaris schrijft, kan, is het dan technisch en regeltechnisch wel mogelijk de vrijstelling van BTW die geldt voor mensenzorg ook van toepassing te laten zijn op huisdierenzorg. Ik kan me goed voorstellen dat bij de invoering dat enige, laten we zeggen, invoeringsproblematiek geeft, maar eenmaal ingevoerd dat die uitvoering toch redelijk probleemloos is, omdat dat nu voor de mensenzorg immers ook geldt. Voorzitter, we snappen best dat het verlagen van BTW op groente en fruit complexer is dan de verlaging of vrijstelling op BTW dierengeneeskundige hulp. We danken ook de staatssecretaris voor de antwoorden en de quickscan die heeft uitgevoerd. Maar we zullen het onderwerp niet loslaten, want het komt eigenlijk op neer dat de staatssecretaris gezegd heeft dat het te moeilijk is voor groente en fruit. We laten het niet los, want de Partij voor de Dieren vindt dat de eiwittransitie en groente en fruit belangrijk is, linksom en rechtsom. En in de wetgevingsoverleg gaf ik al aan dat plantaardige producten enorm eiwitrijk zijn. Linzen, bonen, peulvruchten, maar ook oer-Hollandse groenten zoals doperwten, boerenkool en spruitjes zijn uitstekende bron van plantaardige eiwitten. Ik lijk mijn moeder wel. De eiwittransitie is goed voor mens en dier. En ik neem aan dat dat voor de collega's van CDA en VVD ook interessant is als we voorstellen dat de secretaris gaat onderzoeken hoe eventueel op Europees niveau de productie van lokale plantaardige groenten fiscaal gestimuleerd kan worden en hoe dit voor elkaar te krijgen. En we bedanken de staatssecretaris trouwens ook, als we nu toch hebben over de beantwoording, dat hij erkent dat de landbouwvrijstelling ook onder zijn verantwoordelijkheid vindt vallen.